Voor de eerste onderzoeken ben ik naar het Dirksland ziekenhuis geweest. En daarna ben ik naar het MS-centrum geweest. Ik kan me nog best goed herinneren dat ik er voor het eerst kwam. Het was nog allemaal spannend. Ze gingen dingen aan me vragen. En hoe het nu was. En met me gaat. Daar hebben ze ook nog onderzoek gedaan. Van een MRI-scan en een ruggenprik. En al dat soort dingen dat nodig is om MS te concluderen. Voordat ik ergens inga of iets doe, leggen ze eerst heel goed uit van ja, dit gebeurt er. En dat kan je verwachten. De uitslagen hoorde ik meestal met mama en oma. En als ik het niet snapte, wouden ze het met plezier nog uitleggen aan mij, totdat ik het wel snapte. Ik vind zelf dat ik er best wel veel van weet van MS. Ik hoef nu niet zo vaak naar het MS-centrum, want ja, af en toe voor controle. Ze kijken hoe het gaat en of ik nog vermoeid ben of met de aanvallen. Ze hebben wel eens gezegd van we kunnen je helpen op school als dat niet gaat. En die hulp komt er nu ook wel voor mij. Ik vind dat ze in het MS-centrum erg aardig zijn. En ze leggen alles altijd duidelijk uit. Als ik naar het MS-centrum ga, ga ik meestal wel naar Sarita. En Sarita is een MS-verpleegkundige. En die helpt je om te gaan met MS. En die kan je ook altijd mailen als je problemen hebt of vragen. Zelf vind ik dat ook fijn dat ze bijna altijd bereikbaar is. Ja, als je dan echt dringende vragen hebt, dan kan je dat gewoon zeggen. Toen ik opgenomen werd, had ik geluk en ongeluk. Omdat ik gewoon opgenomen werd en 3 keer ruggenprikken had. Maar de kamers waren vol, dus ik kreeg zelf een eigen kamer. En verder waren ze ook heel aardig. Want ze kwamen vragen hoe het met je ging. Je mocht rond bepaalde tijden bezoek hebben als je dat wou. En je ouders mochten gewoon blijven. Ook blijven slapen als ze dat wouden.